Elke onderneming wil een uniek concept uitwerken. En dit concept wil je dan ook graag beschermen, zowel nationaal als internationaal. Hiervoor is het intellectueel eigendom in het leven geroepen. Intellectual property plays a significant role in stimulating innovation and creativity. It is true that intellectual property and innovation go hand in hand. For this reason, it is important to protect our IP rights in order to promote innovation, to improve creativity and to develop employment and competitiveness in the EU. The European Commission has established initiatives such as the European IPR Help Desk, which gives guidance in European SMEs regarding intellectual property rights in Europe. Op 26 april werd World IP Day gevierd. Ook in Vlaanderen konden ondernemers die meer informatie zochten over het beschermen van hun concept terecht op CopyTalks, georganiseerd door Agentschap Innoveren en Ondernemen in samenwerking met het Enterprise Europe Network Vlaanderen en de Europese Commissie. Dat is een groot event rond intellectuele eigendom, waar we eigenlijk KMO's, starters, pre-starters willen informeren over het belang van intellectuele eigendom. Het is heel belangrijk dat dergelijk event georganiseerd wordt, omdat er toch nog heel veel mensen niet bij stilstaan dat ook zij geconfronteerd worden met intellectuele eigendomsrechten. Iedereen heeft ermee te maken. Ja, een onderneming moet eigenlijk elke dag opnieuw de sprong wagen, elke dag opnieuw zoeken naar een tikkeltje verschil. Maar als je zo'n tikkeltje verschil hebt gevonden door een nieuwe technologie, door een merk, door een marketing, dan wil je dat ergens ook beschermen. En wat zien we? Dat zeker onze KMO's heel vaak nog niet weten op welke manier ze intellectuele eigendom kunnen gaan beschermen. En vandaag, informatiesessies daarover zijn zeer belangrijk. Naast het beschermen van je product is het ook van strategisch belang om je merknaam te registreren. EU-merkenwetgeving wil zeggen dat je het voor de gehele Europese Unie één merkregistratie krijgt. Voor ondernemers is het belangrijk om juist die keuze te maken tussen het territorium waar dat hij zijn producten of zijn diensten wil gaan afzetten. En als dat alleen voor de Benelux is bijvoorbeeld, dan kan hij een Benelux-registratie doen. Maar ga je uitbreiden naar Duitsland of Spanje, Frankrijk, dan kan je beter een Europese registratie doen, omdat die Europese registratie geldig is voor de gehele Europese Unie. En dan heb je maar één registratie die je maar één keer moet onderhouden in plaats van allerlei nationale registraties. Daarnaast wordt verwacht dat het Europees Unitair Octrooi in werking zal treden in 2017. En dit zal het beschermen van een product of proces in de ganse EU gemakkelijker maken. Het voornaamste voordeel is dat KMO's op basis van het Unitair Octrooi een bescherming zullen bekomen die geharmoniseerd is over gans Europa, dus de lidstaten die het geratificeerd hebben. Een soort van uniformisering, zodanig dat men een beschermingsomvang bekomt die gelijkaardig is over alle lidstaten. Het Enterprise Europe Netwerk is eigenlijk een consortium van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en Flanders Investment and Trade. En wij gaan KMO's gaan ondersteunen en adviseren bij hun Europees verhaal. En natuurlijk, intellectuele eigendom maakt daar ook een belangrijk deel van uit.